Hey, welkom in een nieuwe video waarin dat ik met jou wil hebben over het leven vanuit een, of in een 3D-wereld en leven in een 5D-energie in een 5D-wereld. Waarbij dat we dan automatisch ook het stukje dualiteit versus eenheid gaan behandelen. Want het verschil tussen dualiteit en eenheid vertaalt eigenlijk ook meer over het verschil in het leven in die 3D-energie of het leven vanuit die hogere 5D-energieën. Alleen, natuurlijk is de vraag van wat betekent het om te gaan leven vanuit hogere energieën, wat de meeste mensen tot nu toe ook als 5D-energie beschrijven. Maar we weten dat er ook hogere energieën zijn, 6D, 7D en nog veel verder. Nu, de vraag is van hoe toont ik dat in onze realiteit? Om voorbeeld te geven, zelf leef ik vanuit een bewustzijn vanuit 6D. Maar dat kan je niet zien aan mij, het is niet dat mijn uiterlijke fysieke kenmerken veranderen of zo. Het gaat voornamelijk over de manier waarop je de wereld beleeft, hoe je leven beleeft, ervaart vooral. En de manier waarop je in het leven staat. Nu, het verschil tussen 3D en 5D is het makkelijkste te zien. Als je kijkt naar mensen die eigenlijk al wakker zijn, die al bewust leven, en mensen die dat nog niet doen. En naarmate dat de energie op aarde zal verhogen, dan zal de kloof eigenlijk, of het verschil tussen die beiden mensen ook groter en groter worden. Nu, om een voorbeeld te geven wat dat kenmerken zijn van een samenleving of een denken vanuit 3D, dan zijn zaken zoals macht, hebzucht, dominantie, controle, bemoeienis, overheersing, maar ook competitie, dualiteit natuurlijk, denken vanuit het ego en vooral niet zozeer denken vanuit het ego, maar ook keuzes maken vanuit het ego. Dus dat zijn je emoties, gedragingen en je overtuigingen dat je kent, die gewoon zijn voor jou. Maar ook kritiek, oordeel en ga zo maar verder. Nu, doordat de aarde haar energiefrequentie aan het verhogen is, zal je ook zien dat er heel veel schandalen aan het licht komen. Waardoor de mensen meer en meer ook gaan opkomen voor hun rechten. Maar dat zorgt er ook voor dat er meer schaduwen en meer angsten getriggerd worden, dus nog meer in de verf gezet worden, uitvergroot worden. Maar weet dat we die kentering, die omkering nodig hebben om uiteindelijk te komen tot de samenleving vanuit die 5D-energie, vanuit die hogere energie. Want een samenleving vanuit 5D kenmerkt zich onder andere door creativiteit, soevereiniteit, zelfbewustzijn, zelfsturing, vrijheid, mededogen, genade, begrip, gerechtigheid, aanvaarding, maar ook zaken zoals vrede, eenheid, vreugde, universele liefde, overvloed en welvaart, maar niet voor een selecte groep mensen, maar voor elk levend wezen, behoren tot eigenlijk deze hogere energie. Je zal ook zien dat relaties ook meer en meer gaan veranderen en meer gaan relaties eigenlijk de veruiterlijking zijn van verbindingen die zich op zielsniveau gemanifesteerd hebben. Je gaat ook zien dat samenwerking meer en meer ook ontstaat vanuit gelijkwaardigheid en vanuit gemeenschappelijkheid. En ook dat is eigenlijk het zich tonen van die 5D-energie in de 3D-wereld. Nu, door de hogere energieën op aarde zijn ook meer en meer mensen een spirituele manier van leven willen gaan leiden. Doordat ze bewuster worden, beschikken ze op dat moment eigenlijk over een groter onderscheidingsvermogen. Ga je het anders gaan zien? En zou het kunnen vergelijken dat hoe bewuster hij wordt, dat er eigenlijk op dat moment een groter licht aangaat in de kamer, waardoor je eigenlijk merkt van, oh tja, daar is er ook nog meer. Waar je tot voor kort maar slechts een deeltje of een klein stukje van die kamer kon zien. En dat maakt dus dat mensen ook gaan zien dat er verschillende mogelijkheden zijn op een andere manier te gaan leven. En wanneer dat jij zelf ook uitkomt voor je spirituele kant, dan geef je eigenlijk ook de anderen de kans om dat ook te gaan doen. Want op dit moment zijn nog heel veel mensen bang om afgewezen te worden. Om uit te komen voor wie dat ze werkelijk zijn, om uit te komen voor het feit dat ze ook geïnteresseerd zijn in spiritualiteit, dat ze ook interesse hebben voor de alternatieve kant van het leven. Maar als iedereen zich daar open kan over zijn, of iedereen zich daar veilig kan in voelen om daar open over te zijn, en dus ook kunnen zijn
open kunnen zijn of heel eerlijk kunnen zeggen wie dat ze zijn en hoe dat ze spiritualiteit beleven, dan zal spiritualiteit niet meer iets apart zijn, maar dan zal het gewoon een deel worden van wie dat we zijn. En ook een deel van de samenleving en een deel van ons dagelijks leven. Ongeacht hoe dat spiritualiteit voor jou is, voor iemand anders is, uiteindelijk is het voor iedereen ook hetzelfde. Het is de weg van onze ziel, de weg van spirit. En spiritualiteit brengt jou eigenlijk ook op een nieuwe manier om te gaan kijken naar het leven. En hoe dat wij als mensheid het leven en onze maatschappij willen gaan vormgeven. Vanuit andere idealen, vanuit andere waarden, vanuit een andere visie. En dat is de reden waarom ik ook meer en meer video's opneem rond mijn avontuur of mijn weg, mijn reis. Door zelf te delen wat ik ervaar, door wie dat ik ben en door wat ik doe, geef ik ook anderen de mogelijkheid om op een veilige manier te vertellen over hun beleving van hun haven en hun talenten, van hun gevoeligheid, van hun spiritualiteit. Met als doel dat ze eigenlijk ook zichzelf beter kunnen leren kennen en ook vanuit die essentie, vanuit die waarheid in de wereld kunnen gaan staan en de wereld kunnen gaan beleven. Nu, ik sprak al over dualiteit en het tegenovergestelde van dualiteit is eenheid. Dualiteit hoort bij de 3D-wereld, 3D-denken, eenheid bij de 5D. Maar uiteindelijk, een 3D-wereld is eigenlijk een dimensionele ruimte. Je zou het zien, kunnen zien als een leerschool voor jouw ziel, zodat jouw ziel zich verder kan ontwikkelen, door gewoon ervaringen op te doen. Nu, in een duale 3D-wereld is er die verdeeldheid, is er die gescheidenheid, die polarisatie. En door te leren over het ene uiterste, ontdek je ook wat het andere uiterste is. Door te leren wat je niet wilt, of door te ervaren en te beseffen van dat is iets wat ik niet meer wil, weet je van oké, maar dan wil ik wel het andere. En zo is er ook geen licht zonder donker. Zo is er geen boven zonder een onder. Zo is er geen mannelijke energie zonder vrouwelijke energie. En kan je niet weten of uitleggen wat dat koude is als je niet weet wat warmte is of omgekeerd. En dat is de reden waarom dat wij als ziel, als energie, incarneren op aarde om al die facetten van het leven te gaan ervaren. Door te ervaren dat elk aspect in de 3D-wereld ook het tegenovergestelde heeft. En dat maakt natuurlijk ook dat we in de 3D-wereld een economie nodig hadden en dat er ook geld moet gebruikt worden als uitdrukking van de waarde van een dienst of een service. Dat eigenlijk voortkomt vanuit een talent van iemand. Zo deed men vroeger bijvoorbeeld aan landbouw om te kunnen overleven. Enerzijds om zichzelf te voeden, maar anderzijds ook om goederen te kunnen ruilen of te kunnen verkopen voor andere diensten en goederen die men dan nodig had. Echter, door de dualiteit en vooral doordat mensen zichzelf als afgescheiden zagen van de rest, zorgde dat ervoor dat er mensen begonnen te beseffen dat ze eigenlijk controle en macht konden krijgen over anderen. Niet vanuit een liefde en vanuit de eenheid die er is in de 5D-wereld, maar wel vanuit eigen belang en vanuit winstbejag. Nu, dualiteit als tegenovergestelde van eenheid helpt onze ziel te leren over dus die verschillende aspecten van het leven. Wat op zich maakt dat dualiteit geen slecht ding is. Het is een tool om iets te leren. En nu zijn we in de tijd gekomen dat we klaar zijn om weer meer en meer die 5D-energie te gaan belichamen. In de werkelijkheid gaan brengen en vanuit die energie ons leven ook vorm te geven. En dan zou je kunnen zeggen, oké, wat ziet er in de 5D-wereld uit? Je zou het kunnen omschrijven, of soms ga je wel kunnen zien of artikelen vinden of video's vinden, waarop dat ze het omschrijven als de tuin van Eden. Waarin dat er eenheid, heelheid en harmonie is, en het is alle dagen zonneschijn. En voor een stukje is dat ook zo. Maar 5D-wereld of leven vanuit de 5D-wereld is veel eer een andere manier van bewustzijn. Waardoor dat er eigenlijk ook geen strijd meer gaat zijn tussen verschillende volkeren en rassen. Omdat we allemaal de eenheid herkennen en de eenheid leven en zien tussen alles wat er is. Er is ook geen lineaire tijd meer in de zin van verleden, heden en toekomst. Omdat we het bewustzijn gaan veranderen en het besef van tijd ook gaan veranderen. Een groot iets wat ook nog gaat veranderen is dat alles gekend is. Er zijn geen geheimen meer, er zijn geen schaduwen meer. Doordat iedereen telepathisch is en eigenlijk zich volledig bewust is, is er ook een volledig bewustzijn over alles wat er gaande is.
En termen zoals verbinding, samenwerking, creativiteit, liefde, acceptatie, gemeenschappelijkheid, omschrijven eigenlijk meer en meer hoe dat het is om te leven vanuit een puur VFD-wereld en een puur VFD-bewustzijn, of hoger natuurlijk. Maar voor het gemak spreek ik hier vanuit over VFD. Ook werken zal anders zijn en verloopt anders naarmate je een ander bewustzijn krijgt. Want werken is niet zoals in de 3D-wereld, maar komt meer voort uit je ziel. Want in 5D manifesteer je eigenlijk onmiddellijk via je gedachten. Kan je onmiddellijk via je gedachten iets vormgeven. En dat maakt, of dat zorgt ervoor dat veel mensen op dit ogenblik nog aan het oefenen zijn in de 3D, omdat de 3D-energie trager gaat qua manifestatie. En zodanig dat we leren van, oké, als we iets denken en willen manifesteren, dat we leren om 1, heel zuiver en heel helder te zijn over wat dat we willen manifesteren, maar dat we ook enkel maar zaken manifesteren die voor ieders hoogste goed zijn. En dus dat we niet meer terug hervallen in het misbruiken en het hebberigen en het willen controle uitoefenen over anderen. En dan komen we eigenlijk een stukje op de kracht van je mindset, dus de kracht van je gedachten. Want wanneer je meer en meer ook gaat leven vanuit die hogere energieën, is het belangrijk dat je ook te volle bewust bent van de kracht van je mindset, van je gedachten. En wanneer dat je een leven wilt gaan creëren die moeiteloos verloopt, dan ga je eigenlijk gaan samenwerken met het universum en in afstemming met je ziel gaat gaan leven. Nu, de kracht van je gedachten kan je eigenlijk heel simpel uitleggen door de zin, wat dat je aandacht geeft, groeit. Maar dat betekent dus ook dat je, wanneer je negatieve dingen aandacht geeft, en eigenlijk dingen die je niet liever wilt, door te gaan piekeren of door je zorgen te maken, dan ga je dat via de wet van aantrekking en de wet van afstemming ook gaan aantrekken. Gaan je leven gaan magnetiseren en ga je dat eigenlijk in je leven gaan creëren, terwijl je het eigenlijk net niet wilt. Dus hoe krachtiger je manifestatiekracht, hoe krachtiger je transformatiekracht wordt, hoe gemakkelijker dat eigenlijk zaken ook in je leven gaat gaan aantrekken. En doordat je aantrekt, wordt dat gelijkaardig is aan jouw energie. Dus je werkelijkheid is eigenlijk een weerspiegeling van jouw energie, van jouw trillingsniveau. En door in het leven te gaan staan vanuit je volle potentieel, ga je dus eigenlijk gaan aantrekken wat je wilt, of wat je denkt nodig te hebben. En dat betekent dus dat je dan op dat moment, wanneer je een puur zuiver bewustzijn hebt vanuit hogere energie, 5D en hoger, ga je enkel nog situaties en mensen aantrekken, die afgestemd zijn op jouw energie en die afgestemd zijn op jouw verdere zielsgroei. En een zijsprong dat ik hier even wil maken, is het stukje binnen de spiritualiteit, of de spirituele wereld vooral, waarin dat vele waarzeggers en toekomstvoorspellingen aan bod komen. En omdat ik daar een stukje een opmerking wil maken rond ook de wet van aantrekking en de wet van afstemming, is het idee van dat je uiteindelijk bij jezelf verantwoordelijk voor je leven. Jij bent de meester van je eigen leven. En door te gaan geloven dat voorspellingen uit zullen komen, dan geef je eigenlijk op dat moment een stukje jouw verantwoordelijkheid, jouw manifestatiekracht uit handen. En ja, dat klopt, sommige zaken worden ook voorspeld. Maar je mag niet vergeten dat door onze eigen manifestatiekracht voorspellingen eigenlijk een stukje self-fulfilling prophecy worden. Dat je eigenlijk door het te gaan geloven en door eigenlijk je manifestatiekracht te gebruiken en je te voor te stellen hoe dat die voorspelling zou zijn, dat je eigenlijk automatisch die voorspelling gaat gaan creëren met je eigen energie, met je eigen manifestatiekracht. En dat zal dan niet zijn omdat het zo hoort te zijn, want er zijn uiteindelijk verschillende tijdslijnen mogelijk afhankelijk van keuzes die je maakt. En dat hoe meer dat je leeft vanuit die 5D-energie en hoe dat je meer afstemt op de verschillende multidimensionele werkelijkheden, dan ga je ook meer en meer gaan beseffen dat je altijd een keuze hebt. Heb je de keuze om te blijven lopen op het pad dat je nu loopt, of de keuze om een zijsprong te maken en intappen op een hogere tijdslijn. Een hogere tijdslijn in die zin dat een tijdslijn is waarin je leven gaat gaan vormgeven vanuit die hogere energieën. En daarom werk ik veel liever met de wet van aantrekking en de wet van afstemming, omdat je dan op dat moment zelf bepaalt voor het grootste deel hoe dat je leven eruit ziet. En je mag met orakelkaarten en tarotkaarten en pendel en wat dan ook nog gaan werken. Ik doe dat ook, anders zou ik ook die video's niet opnemen.
maar dan eerder om inzicht te krijgen in iets wat tot op dat moment onbewust was. Inzicht te krijgen in de collectieve energieën die zich aan het manifesteren zijn. Zodanig dat je weet hoe dat je voelt of waarom dat iets nog niet er is, dat je meer en meer gaat gaan begrijpen wat er eigenlijk collectief, dus in het grotere geheel, de grotere energieën aan de hand is. Maar, dat wil nog altijd zeggen, dat je nog altijd de keuze hebt. Nu, vaak weten we niet goed wat we moeten kiezen. En dat komt altijd voort, of meestal toch voort, uit een angst om te falen. Dus we zijn bang om verkeerd te gaan kiezen. En dan willen we het liefste dat er iemand anders ons vertelt hoe dat we moeten doen, om op de snelste en eenvoudigste manier ons doel te gaan bereiken, of om de snelste manier iets te leren, of om op de snelste manier iets te manifesteren. Maar echter, als jij probeert of leert te luisteren naar je lichaam, en als je leert de emoties te begrijpen en je gedachten onder controle houdt, in die zin dat je gedachten op een positieve, constructieve manier gaat gaan gebruiken in plaats van te gaan piekeren, dan ga jij meer en meer gaan leven alleen met je ziel. En dan ga je ook beseffen en gaan ontdekken dat je eigenlijk altijd de keuzes gaat gaan maken die het dichtste bij je levensweg liggen. En dan moet je ook geen zorgen meer maken over de keuzes die je mag gaan maken. Omdat je in vertrouwen een beslissing neemt, dan weet je dat je op dat moment een stevige en bewuste keuze maakt en dat je ook nooit kan gaan falen. Stel nu dat je een keuze gemaakt hebt die toch nog vanuit angst voortkomt, of een keuze die je eigenlijk onder invloed van de meningen van anderen gemaakt hebt, dan ga je dat eigenlijk na verloop van tijd wel ontdekken. En dan kan je altijd gewoon een terug opnieuw keuze maken die jou weer meer in lijn brengt met jouw zielsmissie en met je zielspad. Want op dat moment heb je ook iets geleerd. Dus ongeacht welke keuze je maakt, je leert altijd iets nieuws. Nu, en dat gezegd zijn, wil ik ook nog iets meegeven over oordelen en een stukje ook over respecteren. Want oordelen behoort nog altijd tot de 3D-energie. En is eigenlijk geen emotie of geen gedrag. Het is eigenlijk een eerder gedrag. Dat je kan koppelen aan hogere energieën. Waarom? Een oordeel vallen over iets of iemand is heel snel gebeurd. En het gaat in een flits van een seconde. En het makkelijkste voorbeeld is in het verkeer. Want je raakt gefrustreerd en je vindt dat de andere toch zo'n slechte chauffeur is. Terwijl eigenlijk op dat moment eigenlijk de reflectie mag maken van ja oké, heb ik zelf nog nooit geen overtreding begaan. Of ben ik nog nooit afgeleid geweest? En dus, waarom geef ik dat voorbeeld? Dat je eigenlijk ook de anderen kan respecteren door eerst naar jezelf te gaan kijken. Want het is niet voor niets dat ze zeggen, het spreekwoord, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Want op dat moment zal er eigenlijk geen enkele steen gegooid worden. Of in kranten lees je ook constant over oordelen, over Jan en allemaal, over iedereen, over alles. En op zich is er niets verkeerd met het hebben van een mening over iets, maar laat anderen in hun waarde. En zeker als je zelf nooit stappen onderneemt om je leven te beteren, dan laat mijn woorden dan een hele grote spiegel voor jou zijn om af te stappen om te oordelen over anderen. Want uiteindelijk is het nooit te laat om andere keuzes te maken. En elke dag, elke seconde heb je opnieuw de kans om weer nieuwe keuzes te maken. En om anders te gaan denken en andere gedragingen te gaan nemen, anders te gedragen, anders te gaan voelen, anders te gaan denken. En aan de woorden aan jezelf te gaan werken. Want als je meer en meer gaat gaan leven vanuit die hogere energieën, dan ga je ook gaan zien dat oordelen eigenlijk een lagere trilling is, omdat wanneer dat je bewustzijn krijgt over het feit dat elke ziel hier is om te leren. En dat elke ziel keuzes gemaakt heeft vanuit een hogere visie, vanuit een groter geheel, om bepaalde zaken te leren. Dan is het eigenlijk niet nodig om een oordeel te hebben over waarom dat iemand iets zo of zo doet. Nu, ik hoop dat idee over 3D en 5D wat duidelijker is.
Maar pin je er ook niet aan vast, want ook dat is weer iets dat, weer een valkuil, dat we dat allemaal met ons logische verstand willen gaan uitleggen en gaan verklaren. En weet dat dat ook iets flexibel is. Ook al heb je een hoger bewustzijn, soms nog herval je wanneer dat er iemand jou heel hard triggert op een schaduw of op een obstakel of als je uitgedaagd wordt in je leven. En dan is de kunst om iedere keer terug weer in die hogere energie te stappen en iedere keer weer vanuit die hogere energie naar het leven te gaan kijken. En naar de manier waarom dat mensen dingen zeggen tegen jou, waarom dat mensen jou triggeren. Zeker als je ook in een tweelingvlamrelatie of een tweelingzielrelatie aan het wandelen bent, word je nog meer uitgedaagd om met je eigen schaduwen aan de slag te gaan. En daarom wil ik de video ook nog eens afronden met opnieuw weer te zeggen van wil je aan de slag gaan met je obstakels en uitdagingen in het leven? Of wil je ook meer en meer gaan leven van die VVD-energie en die bijhorende waarden? Dan is het belangrijk of is het misschien een idee om te starten met jezelf de vraag te stellen van wie ben ik nu eigenlijk werkelijk? Maar wie ben ik werkelijk voorbij de ideeën en voorbij de verwachtingen van de buitenwereld? En als je daar een vraag, of daar liever een antwoord op gevonden, dan weet je hoe dat je meer en meer in lijn met je ziel kan gaan leven. Zo, geniet van je dag, geniet van je leven. Heb je vragen, zet ze gerust hieronder in een post. En voel je dat ik jou verder van hulp kan zijn met iets waar je tegenaan loopt in je leven, weet dan dat je hieronder in de box altijd kan zien op welke manier dat we samen kunnen werken via transformatiesessie, healing, een channeling of een reading, dan hoor ik het graag van jou en zien we elkaar binnenkort of horen we elkaar binnenkort via Skype of gelijk welke andere manier dat we dan op dat moment afspreken. Zo, ik hoop dat je weer iets bijgeleerd hebt. Geef een likeje als je het leuk vond en vooral abonneer je op het kanaal. Omdat je dan ook, hoe zeg je dat, notificatie of een herinnering krijgt als de nieuwe video's geüpload worden. En zo help je mij en ook andere mensen om het kanaal hier te vinden en om antwoorden te krijgen op hun pad, de vragen die er zijn, wanneer je eigenlijk op pad van bewustwording aan het lopen bent. Want ik weet dat het niet altijd even evident is. Zeker niet in deze maatschappij waar dat spiritualiteit nog niet altijd helemaal open en eerlijk gedeeld wordt. Zo, dat was het voor nu. Ik hoop om jullie weer te zien in een nieuwe video en tot binnenkort. Dag!